Op internet verscheen maandag een opmerkelijk opsporingsbericht. We hebben meer reacties gehad van mensen die hadden van wat is hier aan de hand. Ja, we hebben melding gemaakt van een vermist echtpaar. Wat al ruim 40 jaar wordt vermist. En als centrum wat zich bezighoudt met historisch onderzoek hadden die van nou, dat is een mooie cold case waar we wat mee gaan doen. Want we willen het echtpaar graag terugvinden. Het is dit jaar, 400 jaar geleden, dat de Dordtse Synode is begonnen. Nou, er is ons als documentatie- en kenniscentrum gevraagd wat we daar aan bij zouden kunnen dragen. En ja, onze expertise is historisch onderzoek en met name onderzoek naar huizen. Dus ja, we hebben ons afgevraagd van welke panden, welke huizen stonden, zijn er nou in 1618 gebouwd in Dordrecht. En dat zijn er 3. 1/3, en die is helaas afgebroken, dat is een huis aan de Riedijk. Een van de oudste Dordtse gevels. Eind jaren 70 is het afgebroken, helaas, waar schitterend beeldhouwwerk in zat. En dat beeldwerk, van dat beeldwerk zijn 2 koppen van een man en een vrouw, dat is verdwenen. Dat is het echtpaar waar we naar zoeken. De beelden zijn gemaakt door Gilles Hubbe, een geloofsvluchteling uit Luik. Die heeft meer van deze beelden gemaakt, onder andere zichtbaar op de tapasbar aan het vlak. Wat we weten is dat ze 40 jaar geleden zorgvuldig zijn verwijderd met alle ornamenten in het pand. Ze zijn naar een depot van de gemeente gegaan, een dienst stadsontwikkeling, waar in de tijd dat er heel veel werd gesaneerd, heel veel wordt afgebroken, waar alle van belang zijn, de cultuurhistorische beeldhouwwerk terechtkwam. Dat werd opgeslagen, gevelstenen. En sindsdien zijn ze weg. Er is een beloning uitgereikt van €500 voor de persoon die de hoofden bij het Augustijnenhof brengt. We willen de kopjes graag hier terug hebben. Dus we willen ze ook kopen voor dat bedrag. Dat is de beloning. Want we vermoeden dat ze nu misschien bij iemand in een tuinmuur zitten. Of in de jaren 70, 80 was het gewoonte om open haarden te bouwen met stenen. En ze zullen wel ergens ingemetseld zijn. Maar we vinden het toch cultuurhistorisch van belang dat het weer in Dordrecht terugkomt. Wie informatie heeft over de beelden kan contact opnemen via de website of langskomen tussen 11 en 4 bij het Augustijnenhof. Dat zit aan hof 15.